Welkom bij Topnames deze hele maand juli nog vanuit de loods in Durgerdam. Daarna gaan we zoals altijd ieder seizoen stoppen in juli en augustus. En waar we daarna terugkeren, je gaat het van ons horen. De gast is Joost. Joost Gielen, je bent van Momo Yoga. Wat doen jullie? Ja, wij maken studio management software voor yoga studio's. Dat is wat we doen, heel kort. Dat is wel de kortste pitch die ik hoor. En vertel eens, hoe helpt dat de yoga studio's? Ja, nou, een yoga studio is vergelijkbaar georganiseerd als een sportschool, maar dan gericht op groepslessen. Stel je voor een yoga studio heeft bijvoorbeeld 5 docenten, 30 tot 40 lessen per week. Nou, daar komen dan 3 tot, wat is het, 500 studenten op af. En daar hoort natuurlijk een hele administratie bij. Denk aan het inboeken van lessen, het betalen, alle communicatie die daar omheen gaat. Wij faciliteren eigenlijk dat hele proces. Dus we maken het leven van de yoga-docent makkelijker. En we geven zeg maar, de eindgebruiker, dus de student, ook de mogelijkheid om zelf lessen te boeken, zelf te betalen voor lessen en te kiezen wanneer ze een yogales willen volgen bij welke studio. Joost, is het vooral de afhandelingen, dus boeken, administratie, weet je wel, de schema's en de roosters en facturering en dat soort dingen? Of doen jullie ook, verzorgen jullie ook online yoga mogelijkheden? Ja, goede vraag. Zeker nu. In principe inderdaad, als je plat kijkt naar studio management software, dan regelen we inderdaad eigenlijk het hele administratieve gedeelte. Onze pitch is, we geven de docent meer tijd op de mat terug. Wij ontzorgen de yoga-docent, waardoor hij of zij meer tijd heeft om te doen waar ze goed in zijn. Maar ja, in dat hele administratieve deel en ook in die lesroosters geven wij ook de mogelijkheid om online lessen te boeken. En dat is iets natuurlijk wat in de afgelopen paar maanden een enorme toevlucht heeft gekregen. Waar wij ook zwaarder op in zijn gaan zetten. Kun je eens een idee geven hoe groot jullie zijn? Want jullie zijn al een aantal jaar bezig. Hè? Dus hoeveel klanten hebben jullie? Hoeveel gebruikers? Ja, we hebben op het platform hebben we nu 350.000 gebruikers. En dat zijn de eindgebruikers. Ik grap ook wel eens, dat is daar de klant van onze klant, zeg maar. Maar dat is wel waar heel ons ontwerpproces begint. Iets meer dan 3000 yoga-docenten, die dan verdeeld zijn over ongeveer 1200 verschillende yoga-studio's. Waarom ben je dit gaan doen? Ja, goeie vraag. Ja, het is geen vooropgezet plan. Waarom ben ik het gaan doen? Ik ben een beetje in terecht gekomen. Goeie vraag. Kijk, ik ben zelf programmeur, dus ik maak software. Door eerdere avonturen was ik op een gegeven moment de verbinding met echt zelf programmeren kwijtgeraakt. Wat ik heel erg jammer vond, want dat is echt mijn passie. Ik wilde dus weer een beetje upspeed komen, zeg maar, met de laatste technologie. Toen ben ik ik zal het proberen het verhaal niet te lang te maken, maar dit is wel hoe de koe de haas vangt, zeg maar. Ben ik een tutorial gaan doen. Ik geloof dat het iets was van 30 dagen Symfony platform om weer om mijn programmeerskills weer op te halen. En daar had je een oefenopdracht voor nodig. En ik had zelf liep ik al een beetje rond met het idee om misschien boeking of planning software te maken voor muziekscholen. Daar heb je ook gelijk zo'n classic relationeel database model bij. Dat is zelfs bij een vereniging of bij een sportschool of bij een ziekenhuis is ook zo'n typisch voorbeeld. Maar een vereniging heeft bijvoorbeeld teams en teams hebben coaches en coaches één coach meerdere teams. Teams spelen tegen elkaar op meerdere velden. Nou, daar heb je die hele relatie te pakken. Zo geldt dat ook voor een muziekschool. Dus dat ging ik maken tijdens die tutorial deed. En ongeveer in diezelfde tijd was ik zelf yoga gaan beoefenen. En mijn yoga docenten die gaf geweldig yogales. Maar als ik dan bij die yogales kwam, dat was op woensdagochtend altijd, dan lag daar zo'n soort boter, kaas en eieren schemaatje. Misschien kan ik het zeg maar, heel kort even zo laten zien. Zeg maar, zo'n soort ding, zeg maar. Dat lag dan op de tafel als ik binnenkwam. En daar stond dan mijn naam en dan de naam van andere mensen die ze die ochtend verwachten. En de weeknummertjes stonden erachter. En er lag een pennetje naast. En je voelt een beetje aankomen wat daar de bedoeling van was. Dan moest je een kruisje zetten achter je naam op het moment dat je in de les was.
Maar tot daar aan toe, want ik bedoel, zo'n enorm gigantische onderneming was het ook niet. Dus ik begreep wel dat zeg maar, volstond in ieder geval het weten van wie aanwezig was op welke les. Maar het kwartje viel echt toen zij aan het einde van de maand stuurde ze een e-mail. En die e-mail was letterlijk, mijn kwaliteiten liggen bij het geven van yogales en niet bij administratie, comma. Wil jij controleren of jij de maandelijkse contributie betaald hebt? En in eerste instantie dacht ik, oh shit, ik ben vergeten te betalen, weet je wel. Dit is een betalingsherinnering. Vervolgens kwam ik erachter dat dit gewoon de standaardprocedure was. Zij stuurde dat ding elke maand uit naar iedereen die les gaf, om zeg maar de verantwoordelijkheid voor de betaling bij de student te leggen. Ja, goed, dan hoef ik het niet veel meer uit te leggen. Toen dacht ik van, ja, ik ben al bezig met dat ding voor die muziekscholen. Ik heb haar een keertje uitgenodigd. Ik zeg, joh, weet je, zou dit niet voor jou kunnen werken? Dat je gewoon weet wie naar de les komen, dat ze vooraf betaald hebben, dat weet wie betaald heeft en dat je die ook niet achter een broek aan hoeft te zitten. Zij vond dat interessant. Ik heb het in eerste instantie dus eigenlijk voor haar gemaakt. Nou, dat is een beetje hoe ik bij yoga terecht ben gekomen. Vervolgens ken ik iemand anders in mijn vriendengroep die ook jouw docenten is. En die zei van, nou, volgens mij zijn er veel meer yogascholen in Nederland in ieder geval die daar behoefte aan hebben. En ik heb toen een klein registratieformuliertje aan de voorkant geprogrammeerd. Zij heeft het toen in een Facebookgroep gegooid die heel toepasselijk Yoga Docent Nederland heet. En toen kwamen de eerste aanvragen binnen. En ja, toen ben ik een beetje van zo'n beta-versie verder gaan bouwen. En, Dat dit heel universele booking software, zo noem je het zelf ook. Want er zijn natuurlijk talloze sporten, therapieën, weet ik wat, waar een docent of een trainer met een groep mensen werkt, die daarvoor intekenen en achteraf een factuur krijgen, maar al naar gelang ze geweest zijn of niet. Je beperkt je in ieder geval in je positionering tot yoga. Waarom is dat? Waarom maak je het niet universele? Ja, nou, we hebben natuurlijk dat vraagstuk ook wel overwogen. We zijn, wat ik net al aangaf, eigenlijk begonnen met een soort van beta-versie in Nederland om te kijken of het concept aansloeg en het in die zin eigenlijk gevalideerd binnen de Nederlandse markt. En vervolgens kwamen we inderdaad op het vraagstuk van wat gaan we nu doen? In Nederland schatten wij dat er ongeveer 3.500 yoga-studio's zijn, eenpitters en zzp'ers en zo meegerekend. Ja, daar kan je natuurlijk niet echt een substantiële business opbouwen. Dus we kwamen op een gegeven moment op de kruising. Gaan we verbreden in de zin dat we dus meer verticals toevoegen. Wat je net suggestie geeft. Dus je zou andere sporten toe kunnen voegen. Nou, dans, misschien zou je die muziekscholen weer toe kunnen voegen. Karate, noem het allemaal op. Of blijven we binnen deze niche en gaan we internationaal. En dat was een moeilijke. Daar hebben we ook al lang over zitten dubben. Maar ik had inmiddels wel geleerd dat focus echt wel helpt om snel te kunnen groeien. En ik kwam er eigenlijk ook al wel sneller achter dat er toch wel wezenlijke verschillen zitten tussen de ene vertical en de ander. Dat zou je natuurlijk kunnen noemen dat in communicatie of op marketinggebied plaatsvindt. Functioneel gebied iets minder, al zou ik daar ook nog wel wat voorbeelden van kunnen geven. Maar we hebben heel duidelijk gekozen voor een strategie om binnen die niche te blijven, maar juist internationaal te gaan opereren. Wat komt daarbij kijken om internationaal te gaan? Want dat is ook makkelijk gezegd, hè? Maar hoe ga je je klanten in alle landen vinden? Welke marketing heb je daarvoor nodig? Welke specifieke dingen komen we bij kijken? Hoe hebben jullie dat gedaan, die stap van Nederland als testland naar een internationaal publiek? Ja, ik heb nu iets meer wijsheid dan een paar jaar geleden. Laat dat voorop staan. Hoe we het gedaan hebben letterlijk is gewoon in eerste instantie de backend applicatie vertaald. Oh nee, alleen, we hadden eigenlijk alleen dus met echt de user endpoints vertaald. Dus de interface waarmee de studenten met het lesrooster werken. Ja, en toen hebben we het gewoon heel blunt AdWords campagnetje gestart. Dat in Amerika en in de UK gezet. Want dat waren de twee Engelstalige landen die wij zo konden bedenken. En dan betaal je te veel, maar krijg je uiteindelijk wel een paar registraties waarmee je in contact komt en dan ga je leren en ja, dan kom je er allemaal achter wat je niet goed doet, zeg maar. Dat is wel een heel proces geweest, moet ik zeggen. Zelfs tot op een punt dat we dachten van we doen iets totaal verkeerd, want we zijn al zo lang aan het rommelen en we krijgen maar nog steeds geen klanten uit Amerika. We dachten ook heel duidelijk dat we onze focus op de US zouden moeten hebben. Waarbij we nu, toch een paar jaar later en een hoop kennis later, eigenlijk onze focus op Europa hebben. Omdat we erachter kwamen dat die
zeg maar, die stap van, nou, van Nederland, waarbij we onze software toch meer voor Nederland getailerd hadden dan wij dachten. Ik denk heel simpel aan dat, goed, daar waren we overheen gestapt, maar online betalingen was natuurlijk in het begin ideal bij ons. Een aantal juridische dingen die bijvoorbeeld net even wat anders liggen in de US dan in Nederland. Maar waarbij Nederland en bijvoorbeeld Scandinavische landen wel weer bepaalde overeenkomsten hebben. Kwamen we eigenlijk al gauw achter dat die stap van klein Nederland naar de rest van de wereld wel een hele grote is. Waarbij we eigenlijk een beetje achter de feiten aanliepen als we bijvoorbeeld aanvragen kregen uit Canada. Die hadden weer net een paar andere feature requests, zeg maar, dan in de US. Bijvoorbeeld hoe ze met sales tax omgaan. En in de US kan dat dan ook weer per staat weer veranderen. En toen kwamen we er al snel achter van, wacht, die stap is iets te groot. Nou gaan we dat toch terugbrengen naar Europa. Waarbij we meer een soort van land-voor-land strategie zijn gaan hanteren. Ja, en sinds dat we dat doen, ja, lijkt het echt succesvol te worden. En je zei net, ik weet nu meer dan toen, zeg maar. Als je moet zeggen welke lessen je in die periode hebt geleerd. Als nu iemand anders naar je toe zou komen van, joh, hoe moet ik dat aanpakken? Welke fouten moet hij niet maken of welke dingen moet hij wel doen? Ja, ik denk dat wij vrij... Laat vooropstellen dat niemand in ons team enige internationale ervaring had, inclusief ikzelf. Dus wat zijn we gaan doen is een beetje desk research. Kijken welk land veel mensen yoga beoefenen. Misschien kijken waar online payments ver was. En misschien nog een andere mix erin gegooid. Wat de adaptie van high-speed internet is of zo. Dus wij zijn meer op zo'n rationele, ik zou bijna willen zeggen de developer way, naar internationalisatie gaan kijken. Wat ik nu zou doen, is een aantal experimenten uitzetten. Dus bijvoorbeeld misschien op basis van deze variabelen een stuk of 5-6 landen pakken waarvan je de aanname hebt dat je daar in eerste instantie naartoe wil. En daar met een soort smoketest en een registratieformuliertje wat je net lokaliseert, kijken wat je aan acquisitiekosten kwijt bent om een nieuwe trial account of waar je dan naar op zoek bent ook, zeg maar, om dat binnen te halen. Enerzijds acquisitiekosten en natuurlijk ook anderzijds de energie en de tijd die je daarin moet stoppen. Ik denk dat dat een meer valide manier is om erachter te komen in welk land je snel kan groeien, echt door het te doen, dan door het te berekenen, zo gezegd. Ja. Als ik jou zo hoor en je het hele verhaal vertelt, is het eigenlijk best een beetje veel dingen zijn toevallig of gaandeweg, lerend gaandeweg gedaan. Is ook de kracht geweest, is een deel van de kracht geweest dat je het allemaal niet wist, zeg maar. Want dus soms helpt het ook, als je alles weet, dan ga je ook allerlei dingen niet doen. Hè? Is natuurlijk een bekend ding. Is het ook de kracht geweest dat je gewoon begonnen bent? Ja, ik denk het wel, zeg maar. Ik denk dat sowieso als je iets start, dat een bepaalde mate van naïviteit wel gezond is, inderdaad. Als je te berekenend in zoiets start, dan ga je misschien ook snel je doelstellingen niet halen of teleurgesteld zijn of dat dingen anders uitpakken. Ik denk net zoals hoe we dan bij yoga studios terecht zijn gekomen, dus zo laten we ons ook een beetje leiden tot welke markten we groeien. Naarmate je wat verder bent, zit daar wel wat meer onderbouwing achter, zeg maar. Dus nu hebben we ook al een heel duidelijk idee waarom we in Europa willen groeien, bijvoorbeeld, en waarom we in deze niche willen blijven. Ik denk dat gaandeweg dat de goede manier is. Ja. Licht even toe. Ik denk dat Europa strategisch ook interessant is. Wij zijn een Europese speler. Wij zitten in Nederland. Wij als Nederlanders zijn volgens mij relatief goed gewend om ons aan te passen aan andere talen, aan andere valuta, aan alles om ons heen. De meeste van onze concurrenten, en zeker de grootste, zijn allemaal uit de US. Nou, daar staat misschien een beetje cliché, maar bekend van dat ze niet veel meer wereld om zich heen zien dan de US. Als wij daartussen moeten gaan vechten, zullen zeg maar, nou, bijvoorbeeld acquisitiekosten waar ik het net over heb, per definitie al een heel stuk hoger liggen. Maar ik denk ook over time dat wij onze strategische positionering, zeg maar, een stuk sterker is als wij die partij zijn die Europa in een broekzak heeft. Dat is denk ik qua internationalisatie en dan qua niche denk ik zelf dat het veel sterker is om in één niche de winnaar te worden dan de nummer 5, 6, 7 of 8 in die versnippende, meer verbrede markt waar de meeste van onze competitors in zitten. Ja, dat is ook wel een trend die je denk ik steeds meer ziet. Hè? Dat in al die verticals, zoals jij het net ook al noemde, dat daar specifieke software komt voor
die beroepsgroep of die sector. Hoe zijn jullie in die zin nu geraakt door de coronacrisis? Want je werkt wel in een sector die er natuurlijk keihard door geraakt werd. Ik moet ook denken, ik las laatst geloof ik een stuk over specifieke software voor kappers. Weet je, een andere vertical. Amy of IMI, die dan in de coronatijd bijvoorbeeld nu snel doorontwikkelde, omdat ze een tooltje hadden gebouwd waarmee kappers die nu weer open mogen, die specifieke vragen die aan elke klant gesteld moeten worden over de gezondheid. Bij het reserveren werd er snel even ingebouwd, weet je wel. Hebben jullie je platform aangepast aan de coronatijd? Hebben jullie er last van gehad? Wat is er met jullie gebeurd? Ja, het was natuurlijk wel heel erg spannend, want net als bij sportscholen moesten ook yogastudio's van dag 1 op dag 2 hun deuren sluiten. Ja. Heel simpel gezegd, als het niet goed gaat met onze klanten, dan gaan wij dat vroeg of laat ook merken. Dus dat was zeker even schrikken op dag 1. Maar er gebeurde eigenlijk tegelijkertijd wel iets heel bijzonders. En ja, misschien is dat ook wel een voorbeeld van weet ik voor creativiteit of motivatie die er juist komt door zo'n beperking. Wij zagen dat yoga-docenten eigenlijk vrij snel al op zoek gingen naar alternatieve manieren om toch les te kunnen blijven geven. Bijvoorbeeld online streamen, bijvoorbeeld buiten les gaan geven, les op allerlei vreemde locaties met afstand, pre-recorded lessen verkopen, noem maar op. En dat online streamen, dat was iets wat wij natuurlijk ook gelijk van dag 1 en dag 2 op ons netvlies hadden staan. Dus wij hebben eigenlijk alles uit onze handen laten vallen en hebben in 2 weken tijd een aantal integraties ontwikkeld waarmee je online lesgegevens eenvoudig in Mama Yoga kunt zetten. Waarbij je dus eigenlijk gewoon je huidige schedule of je huidige lesrooster om kan draaien naar een online lesrooster. Vanaf het moment dat we dat gereleased hebben, was dat een hit. We zagen ze met een aantal geboekte lessen. Dat is voor ons een van de KPI's, zeg maar, waarop een beetje de barometer van Momo Yoga is. Hoe meer lessen er geboekt worden, hoe beter het gaat. Dat zakte natuurlijk als een pudding in met, laten we zeggen, ergens in begin maart. En op het moment dat we dit zijn gaan toevoegen, nam dat weer enorm toe. Dus dat was al heel, heel interessant te gebeuren. Een ander interessant iets, maar daar hadden we zelf wat minder invloed op, is natuurlijk dat iedereen wel geforceerd werd om het online te gaan doen. Snap je? Waar betalingen misschien voorheen, zeker in dit soort branches, af en toe misschien wel met cash in de studio was, of op andere manier, alles moest nu ineens online. Denk aan het tekenen van algemene voorwaarden bijvoorbeeld. Dat kon je prima nog printen en in de studio leggen. De eerste keer dat je aan de les komt, zet je je krabbel eronder. Nu moest dat sowieso online, en zeker als het op afstand ging. Dus ook studio's die voorheen zeg maar nog niet een online oplossing hadden om hun studio te managen, zo gezegd, gingen sneller op zoek naar, of gingen gaan sneller op zoek naar een oplossing zoals de onze. En die training heeft wel voor gezorgd. Heeft het je bedrijven eerder versneld, zeg je eigenlijk, dan vertraagd, begrijp ik? Dat durf ik nu wel te zeggen, ja. Als dat een maand geleden had ik daar... Sorry? Aan het begin weet je dat natuurlijk niet. Dan is het Toen voelde het ook een beetje als toen werden we er eigenlijk alleen maar onrustig van is dit nou iets wat nu deze week plaatsvindt of deze 2 weken of is dit een soort van noodkreet, weet je wel, van nou dan maar proberen online. En nu zitten we inmiddels bijna 3 maanden hierin. April was onze beste maand ooit en nu was mei nog een heel stuk beter. Voorzichtig zou ik wel durven zeggen dat dit ons eerder wind in de zeilen heeft gegeven dan tegen ons werkt. Ja, Joost, wij pakken ook altijd vragen van kijkers die mee zitten kijken. Om te beginnen moeten we je even de groeten doen van John Kieviet. Hey John. Er komen te weinig groeten binnen, maar we nemen ze altijd. Het is niet echt goed, een vraag. Toch te leuk om even te laten zien. Johan Schaap die vraagt vervolgens aan John hoe jullie elkaar kennen. En daar antwoordt John dan weer op. Ja. Brabant is klein. Ik wou net zeggen Brabant is. Maar goed, dit allemaal terzijde. Johan die vroeg eerder, naar aanleiding van je opmerking over hoe jullie in de vertical willen opereren en met name willen focussen op Europa, of dat dan ook de logische exit is straks, dat je het aan een Amerikaanse partij zou kunnen verkopen. Zoals je, dat moeten we dan eventjes in herinnering roepen, ook met je vorige bedrijf, Werkspot. Voor de kennis weten dat nog wel, dat jij daar oprichter van was. Dat heb je ook aan de Amerikanen verkocht. Is dat een strategie die nu weer in jouw achterhoofd zit? Nou, niet zo vooropgezet dan dat bij Werkspot was. Daar hadden we echt al wel een duidelijke exit-strategie
in het hele groeipad zitten en ook overeengekomen met de investeerders die aan boord waren gestapt. Daar lag gewoon een heel duidelijk plan aan ten grondslag dat we ergens naartoe gingen werken en dat dan of er een nieuwe ronde zou komen of een exit. Ook niet vooropgezet dat aan Amerikanen verkocht zou worden. Dat was eigenlijk gewoon de droomkandidaat die op de deur klopte, waar we geen nee tegen konden zeggen. Nou, hier heb ik dat plan niet. Ik denk dat het gewoon qua stabiliteit veel beter is om in Europa te zitten. Dat daar voor ons een kans ligt die Amerikanen minder snel zullen grijpen. Amerikanen zijn toch een beetje wars van al die verschillende talen en al die kleine landjes en al dat kleine geneuzel. Zij zullen zich eerder richten op andere grootmachten. Ik weet bijvoorbeeld van... Daarom bedoelt je ook van als jullie dan zorgen dat je hier groot wordt in Europa en de Amerikanen willen de wereld, dan ben je dus de kandidaat om over te nemen. Ja, dat zou goed kunnen, ja. Maar het is niet iets waar je wil zelf eerst nog wat groter worden, in ieder geval. Ja, ik wil ook gewoon te gek bedrijf wegzetten. Ik denk dat we nog heel wat te doen hebben. We zijn echt nog aan het begin van dit hele avontuur. Daar is echt nog lang geen sprake van. Hey, Je zei, natuurlijk, ik ben zelf yoga gaan doen en daardoor ging het balletje rollen. Maar het oorspronkelijke idee was anders. Wat maakt jou nu blij? Wat maakt je nu gelukkig, zeg maar, om dit platform te maken voor de yoga-wereld? Ik denk echt dat wij, die horen jullie misschien vaker, maar echt de wereld een klein stukje beter maken met ons platform. We helpen yoga-docenten over de hele wereld. Hopelijk zoveel mogelijk in Europa, maar we hebben ook klanten van Alaska tot Australië. We helpen mensen, yogadocenten, met onze software. Ze krijgen daardoor meer tijd die ze op de mat door kunnen geven, meer tijd die ze aan hun studenten kunnen besteden. Waarmee ze de kwaliteit van hun yogalessen kunnen toenemen, maar ook de kwantiteit. Dus wij geloven er echt in dat wij met onze software het beoefenen van yoga stimuleren over de hele wereld. En als we daar impact mee kunnen maken, ik hoef niet toe te lichten, denk ik, dat het beoefenen van yoga, dat iets goeds is. Als we daar impact mee kunnen maken, daar word ik blij van. En daar kom ik 's ochtends graag voor mijn bed uit. Joost, een groeistrategie, acquisities, of het nou Europa is, Nederland of de wereld, kost altijd een hoop geld. Volgens mij hebben jullie in 2017 een investering ook opgehaald, hè, om... Ja. Dat te kunnen doen. Hoe staan jullie er financieel nu voor? Het verdienmodel is, neem ik aan, dat de yogastudio's gewoon betalen per maand of per jaar of per licentie, weet ik wat. Ja. Maar zijn jullie winstgevend genoeg om inmiddels om de groei zelf te bekostigen of verbranden jullie nog? Wij verbranden nog. We zijn echt een classic SaaS bedrijf, zeg maar, om het verdienmodel op tafel te leggen. En dat betekent dat de groei gefinancierd moet worden. Nou ziet dat bij ons er nog best wel goed uit. Dus we lopen nu eigenlijk richting break-even, maar we hebben die ambitie niet. Ik bedoel, we willen juist harder doorgroeien. We hebben bijvoorbeeld op development hebben een enorme wishlist liggen, waar we hard op willen groeien. Maar ook hebben hele ideeën om onze klanten succesvoller te maken. Niet alleen met het gebruik van Momo Yoga, maar ook gewoon met hun business. En daar hebben we mensen voor nodig en daar hebben we geld voor nodig. Dus enerzijds moet, zeg maar, de groei gefinancierd worden in gewoon het verschil dat de acquisitiekosten gaan voor de inkomsten uit. Hè, zoals bij elk SaaS-business het geval is. En daarnaast hebben wij vooral onze radar op snelle groeien en marktaandeel te vergroten in Europa. Betekent dat ook dat je een nog aanvullende investeringen nodig hebt de komende tijd? Nee, op dit moment niet. Nee. Hey, aanvullende vraag. Je gaf het zelf een klein beetje aan. Hè? Eerst enerzijds ontzorgen van de yoga studio's. Tegelijkertijd willen ze helpen om hun business beter te doen. Johan Schaap vraagt daarop. Is het ook de bedoeling om de yoga studio's te ondersteunen om meer klanten te krijgen? Welke rol, hoe groot wil je jullie rol maken? Ja. Nou, ik denk niet dat wij op korte termijn, zeg maar, echt een soort van lead generatie-achtige functionaliteiten toe zullen voegen, waarbij wij helpen om zeg maar feitelijk echt nieuwe studenten naar de les toe te krijgen. Maar je moet het eigenlijk meer zoeken in
in een soort van knowledge positie die we daarin willen nemen. Wij spreken natuurlijk de hele dag door met yogadocenten. We staan er heel constant in contact met allerlei yogadocenten, allerlei verschillende studio's van de hele wereld. En we komen er steeds meer achter dat wij eigenlijk als geen ander weten hoe je een yogastudio succesvol moet runnen. En ik denk dat het de kandidaat of de partij zijn om die kennis ook met de yoga community te gaan delen. Dus minder concreet dat we echt zeg maar lead gen-achtige dingen gaan doen, maar meer op een knowledge-achtige manier willen we onze klanten helpen. Eigenlijk ook om meer waarde uit hun Momo Yoga lidmaatschap te laten halen. Ja, want jullie kunnen natuurlijk ook prima zien wat best practices zijn, dat soort zaken bij anderen en hoe dingen lopen. Zitten er community elementen in jullie platform? Dat yoga studio's ook elkaar om advies kunnen vragen hoe ze dingen oplossen? Of eigenlijk niet zozeer? Nee, dat niet. Het is wel iets wat we sterk overwegen. Ik verwacht dat we daar ook wel een experiment mee zullen gaan doen dit jaar of anders volgend jaar. Maar het is inderdaad, die best practices die komen gewoon echt bij ons. En we krijgen ook letterlijk die vragen. Weet je wel? Je hebt bijvoorbeeld startende yoga studio's die dan van een ander gehoord hebben, of die gaven ergens les bij een andere studio die Momo Yoga gebruikt. Dus het ligt heel erg in de verwachting dat ze ook Momo Yoga willen gaan gebruiken. En wij krijgen letterlijk vragen hoe ze hun pricing moeten inrichten. Hoe ze om moeten gaan met vakantietijden. Of ze abonnementen moeten doen, of alles op strippenkaarten moeten zetten. Wat doen andere yoga studios? Hoe ga je om met general terms? Wat is wetgeving? Al dat soort dingen komen op ons af. En ja, meer en meer zien we eigenlijk dat wij die kennis hebben. En we willen die kennis ook heel graag gaan delen met onze klanten of eigenlijk met de yoga community wereldwijd. Ja, we doen dit, de interviews bij ons altijd een half uur en dat gaat altijd heel snel. Ik had ook helemaal niet op zitten letten. Niet de hele tijd, maar we kunnen natuurlijk niet afsluiten zonder dat we een vraag hebben meegenomen van Boer de Boer. Die een van onze trouwe kijkers en die vraagt wat je marktaandeel is, wie je concurrenten zijn en zorgverzekeraars zelf. Zijn die niet geïnteresseerd in een dergelijk platform? Drie vragen in één. In één minuut ga ik die beantwoorden. Eén minuut, oké, go. Wij zijn natuurlijk begonnen in Nederland. En in Nederland is ons marktaandeel nu bijna 20%. Wij zien daar denk ik ook niet heel veel rek meer om verder te groeien. Wereldwijd is dat echt marginaal, zeg maar. Wij schatten dat er over de hele wereld 1 miljoen yoga-studio's zijn. Als we daar ooit eens 5%, dus 50.000 studio's zouden hebben, dan dat is denk ik een mooi doel. Maar ik kan het dus alleen over Nederland zeggen tot nu toe. De tweede vraag, wie zijn concurrerende platformen? Ja, dat zijn dus booking software systemen die over het algemeen meer over de breedte georiënteerd zijn. De grote partij is Mindbody Online. Dat is een gigantische club die al 15 jaar bestaan. Die waren beursgenoteerd tot een jaar geleden met 1000 plus medewerkers. Maar je hebt daar allerlei variaties op en ook lokale spelers die over het algemeen wel wat breder over sport georiënteerd zijn. Zorgverzekeraars is een hele goede vraag. Die heb ik eigenlijk nog nooit eerder gehad. Dus daar moet ik denk ik het antwoord... daar heb ik eigenlijk het antwoord niet op. Ik merk wel dat in het spreken met yoga studio's dat sommige yoga studio's natuurlijk betaald worden via de zorgverzekeraar. Ik durf niet precies zeggen welk aandeel dat is. Ja, dat heb je keurig gedaan. Die minuten heb je gehouden. Dank Joost. En veel succes in de toekomst. En we spreken je graag nog eens een keertje om te horen hoe het je verder vergaan is. Dus mooi verhaal. Jij heel erg bedankt. Iedereen die nu kijkt, bedankt voor het kijken. Kijk je on demand dan natuurlijk ook. En we sluiten eigenlijk altijd af met het bedanken van de sponsors. En dat zijn PQR, Jetstream, Beer & Co. en Freedom Lab. En natuurlijk de loods in Durgedam. Kijk je live. Zo direct doen we nog een uitzending. Kijk je on demand. Dan weet je dat je die natuurlijk ook on demand via YouTube of fastmovingtargets.nl kunt terugzien. Dag. Thank you all.